alle 350 openbare speelplekken in Nijmegen worden vanaf nu rookvrij. De komende weken komt er bij elke speelplek een tegel van de rookvrije generatie te liggen. Ook de openbare speelplek in de planetenbuurt moet eraan geloven. Aan de Neptunusstraat werden de tegels samen met wethouder Cilia Dame gelegd. Wij willen in Nijmegen een rookvrije generatie en daarom hebben we vandaag een start gemaakt met alle openbare wijkspeeltuinen helemaal rookvrij te maken. Er zijn er 350 in Nijmegen. Ja, ik ga voor een gezonde stad en roken is ongezond, dus wij willen graag dat alle kinderen helemaal zonder rokers in hun omgeving, zonder rook in dit soort speelplekken kunnen opgroeien. We hebben al een mooie start gemaakt met de grote speeltuinen. En nu gaan echt al die speeltuinen in de wijk helemaal rookvrij worden. En scholen doen hier bijvoorbeeld ook al aan mee. Dus dat zijn allemaal al rookvrije plekken. Kinderen van basisschool De Zonnewende in Nijmegen verzamelden zich in de rookvrije speeltuin. Zij legden samen met de wethouder rookvrij tegels bij de ingang. De kinderen zijn dan ook blij met de invoering. Zo, hij zit erin. Mooi. Nou, ik vind het heel leuk dat het rookvrij nu is. En dat de kinderen gewoon vrij kunnen spelen. Ik vind het wel belangrijk. Ik vind wel dat elk kind recht heeft om gewoon te kunnen spelen zonder nicotine en zo in te ademen. Omdat het iets met je longen kan doen. Met het rookvrij maken van de wijkspeeltuinen heeft de gemeente alle openbare plekken inmiddels gehad. De wethouder rekent op begrip en verwacht dat de rokers dit ook zullen aanmoedigen. Er zijn mensen die natuurlijk echt verslaafd zijn aan roken, dus die vinden dat misschien lastig. Maar wij vinden het heel belangrijk dat overal waar kinderen komen, dat daar helemaal geen roken is, zodat zij het goede voorbeeld krijgen en dat roken ongezond is en dat je daarom dat helemaal niet in de buurt wil hebben. Nou, het is heel belangrijk dat ook iedereen, andere groepen die hier komen, dat ze weten dat dit een hele rookvrije plek is. Dus ook niet 's avonds hier bijvoorbeeld, als je hier hangt, je peuken achterlaten. En we weten ook uit onderzoek dat mensen die roken het ook heel belangrijk vinden dat alle plekken voor kinderen echt helemaal rookvrij worden. Ik denk dat ze weten dat er kinderen komen spelen en dat die ook de volgende ochtend gewoon een plek willen vinden zonder resten van sigaretten of vapes. Dus we weten dat de meeste mensen dat ondersteunen en we hopen dat iedereen daar aan mee gaat doen.